Curacao, een prachtig eiland in de Cariben met veel zonneschijn en over het algemeen ook hoge temperaturen. We hebben te maken met een tropisch savanneklimaat. Dat betekent dat de temperatuur over het hele jaar genomen vrij constant is en dat we per dag gemiddeld ruim 8 uur zonneschijn kunnen verwachten. Een perfecte vakantiebestemming dus. Toch, als je naar de weerapps kijkt en ook naar de weerberichten, zie je iedere dag wel een beetje bewolking voorbij komen, zoals ook hier. En met een beetje pech zit daar zelfs af en toe een buitje tussendoor. Klopt, we hebben op Curaçao toch ook iedere dag wel wat bewolking. Vaak zijn dat een paar vriendelijke stapelwolken die mooi wit afsteken tegen de felblauwe lucht. Soms zijn het wat dunne sluierwolken waar de zon prima doorheen schijnt. En lokaal vallen er toch ook wel een paar buien. Er zit wel een heel duidelijk verschil in het neerslagpatroon op het eiland. De maanden februari tot en met juni bijvoorbeeld zijn erg droog. En dan valt er gemiddeld vaak niet eens 30 mm per maand. De zomermaanden zijn ietsjes natter en dan valt er zo'n 40, 50 mm per maand. En de natste maanden zijn de laatste maanden van het jaar. En dan kan er gemiddeld per maand zo'n 100 mm vallen. Maar ondanks dat heb je ook dan nog steeds wel flink wat zonneschijn. Want ook voor wat betreft de zonuren zijn ze heel mooi verspreid over het hele jaar. En ook dus naast wat nattigheid blijft er dan nog steeds veel ruimte voor zon over. En dat heeft te maken met de vorm van de neerslag. Er vallen vooral buien, vaak kortdurende buitjes. En daarachter breekt dan ook heel snel de zon weer door. Nou, af en toe komt er ook echt een beetje een dreigende lucht opzetten. Die trekken dan vervolgens over het eiland heen. Maar pas boven het vasteland van Venezuela komt het dan tot een bui. Dus bij ons valt het dan uiteindelijk reuze mee. En dan hebben we gewoon nog steeds stralend weer op het eiland. Prima vakantieweer dus. Geen strak blauwe luchten altijd, maar over het algemeen wel veel zonneschijn. Temperaturen vaak wel richting de 30 graden. Niet al te veel wind, alleen langs de noordkust staat vaak wat meer wind. Maar al met al gewoon een prachtig eiland met meestal prachtige weersomstandigheden. Geniet ervan. Buen dia.